en actie. Ja, lopen jullie maar door. De film gaat over een schrijver die, waar dat niemand van weet wie dat de schrijver nu eigenlijk daadwerkelijk is. Die nogal zeer controversieel materiaal verspreidt in zijn boeken. Ik speel de rol van Lucas Verlinde, dat is een uitgever die boeken uitgeeft van onder andere zijn beste vriend Robbe Hendricks. En al jaren aan een dag. En het verhaal neemt een... Ja, een kleine wending wanneer dat, het vermoeden heerst dat Wolf Jacobs gelinkt is aan Lucas en Robbe. En dan gaan de poppen aan het dansen. Ik speel Nina. En Nina is de ex-vriendin van Lucas. En ze hebben een aantal jaar wel een echte relatie gehad. Maar dat is gedaan. Het is geen koppel niet meer, maar ze werken nog wel samen. Dus ze zijn nog iedere dag met elkaar in contact. En dat is, voor haar is dat niet evident zo. Want zij hangt nog heel hard aan hem. Maar zij is voor hem meer een soort van, zij kent het, zij regelt het, zij doet het wel altijd zo. En dat begint voor haar wel wat te wringen. Maar bon, op een bepaald moment in die film gebeurt er iets, ontdekt zij iets dat heel vreemd is en dat zet van alles in gang. En dat zet eigenlijk het verhaal in gang ook. En zij is eigenlijk diegene die als eerst op zoek gaat. Dus ze wil dat echt nog wel oplossen. Dus eigenlijk, ik vermoed dat die connectie met Lucas eigenlijk nog veel groter is dan dat ze laat uitschijnen. Dat die liefde nog wel ergens zo vloeit en broedt en doet. En dat was voor mij de insteek ook om dat aan te gaan. Want ik dacht, maar waarom doet ze dat nog voor die gast? Waarom gaat ze zichzelf, want ze loopt wel risico en er gebeurt van alles maar. Waarom doet ze dat? Dus dat was iets waar ik zo, die liefde die was, die nog is, en waar gaat dat nog naartoe en hoe verhoudt ze zich daartoe? Zo, ja. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje een liefdesverhaal ook. Ja. Terwijl dat niet zo, het lijkt een thriller, maar voor mij zit daar heel veel... gaat over verhoudingen tussen mensen. Ja. Ik speel de rol van Anaïs. Dat is de dochter van Robbe Hendricks. Robbe Hendricks is een heel bekende schrijver. En Anaïs heeft eigenlijk een geheime verhouding met Lucas, de beste vriend van haar vader. We komen via haar heel veel te weten over het verhaal eigenlijk. Want ze komt op een bepaald moment achter dat die twee mannen die zo belangrijk zijn voor haar in haar leven, tegen haar liegen. Al een hele tijd over iets. En dat gaat ze er natuurlijk niet bij laten en dan gaat ze zelf op onderzoek uit. Alias Wolf is onze tweede langspeelfilm. En de eerste film die we hebben gemaakt was Vanitas, speelde zich volledig af in de kunstwereld. En deze film speelt zich totaal af in de literaire wereld en de uitgeverswereld. Zeker in het begin worden er heel veel vragen opgeroepen. Het is echt een intrige op die manier. Met Lucas heb ik wel een kant van mezelf kunnen verder ontwikkelen die ik waarschijnlijk nog nooit eerder heb verkend voor de camera.